Touché. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het basisinkomen is al jaren een hip ideaal. Maar tot dusver bleef het niet meer dan een utopische droom. Tot de coronacrisis, zo lijkt het althans. Want in Spanje werden al in rap tempo voorstellen voor een basisinkomen gedaan. In Amerika kregen belastingbetalers een cheque van $1200 opgestuurd. No strings attached. Het lijkt het misschien wel op dat de tijd nu eindelijk rijp is voor dat basisinkomen. Ja, en of dat zo is, bespreken we met historicus Anton Jeger, die een artikel schreef in de LA Review of Books, niet het minste tijdschrift geloof ik, over dat basisinkomen en de coronacrisis. Anton, welkom, goedemorgen. Waarom heb je dat artikel juist nu geschreven? Nou, zoals we zien is het basisinkomen onwaarschijnlijk relevant geworden opeens. Het idee bestaat nu natuurlijk al langer. Er zijn heel veel voorstanders die daar al lang bepleiten. Maar de coronacrisis heeft dat echt heel erg centraal gemaakt in het debat. En tegelijkertijd vind ik dat we vooral een geschiedkundig perspectief op dat basisinkomen missen. We begrijpen eigenlijk niet helemaal waar het vandaan komt. Nou, dan zou ik zeggen, barst maar los als je zegt, we missen het geschiedkundig perspectief. Waar komt het dan vandaan? Nou, het basisinkomen wordt vaak verteld als de uitkomst van een soort van eeuwenoud idee dat iedereen recht heeft op basisvoorziening. En dan gaan heel veel mensen terug naar een vroegmoderne tijd, zoals bij Thomas More of de Amerikaanse revolutionair Thomas Paine. Maar als je eigenlijk een beetje aandachtig kijkt naar die vorige voorstellen voor een basisinkomen, dan merk je dat die eigenlijk heel, heel erg verschillen van wat wij daar vandaag onder verstaan. En de eigenlijke eerste volledige voorstellen voor een basisinkomen dateren van net na de Eerste Wereldoorlog, vooral in Groot-Brittannië, waar je een groep had van vooral linkse denkers die eigenlijk een sociaal zekerheidsstelsel probeerden uit te denken dat vooral rond die geldtransfers gebaseerd was. En het is pas in de jaren 30 met denkers als Milton Friedman dat je de meest volwassen vormen van basisinkomen tegenkomt die wij vandaag ook kennen. Ja, omdat je noemt denkers uit de linkse hoek na de Eerste Wereldoorlog in Engeland als voorbeeld. Waar hebben we het eigenlijk precies over? Want het basisinkomen is zo'n term die iedereen gebruikt, maar wat is het precies? Ja, wat zou het precies moeten zijn? Nee, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat de meest strikte definitie een onvoorwaardelijk, universeel en ook permanent inkomen is, dat iedereen doorgaans op maandelijkse basis ontvangt, dat je vooral, dat is het belangrijkste, in geldvorm ontvangt. Ja. Dus het is niet in natura of in een andere vorm dat je eigenlijk toelaat krijgt. Ja, en het is ook voor iedereen, hè? Dat is ook dus niet wat wij kennen in Nederland en in de meeste Europese landen. Volgens mij is er een uitkering zodat voor mensen die geen werk hebben dat iedereen een inkomen heeft. Maar zijn basisinkomen, het idee erachter, rijk, arm, of je een baan hebt of niet, iedereen krijgt het. Toch? Ja. Dat is inderdaad het universele gedaan. Dus het universeel basisinkomen impliceert eigenlijk dat er daar ook geen voorwaarden aan verbonden worden. Ja. Je noemde net al de naam van Milton Friedman, een iemand die niet kan worden verdacht van linkse opvattingen, als ik het goed heb. Een econoom, beroemd econoom, die pleitte ook al in, jij noemde jaren 30, maar was het niet pas later dat die pleitte voor dat basisinkomen? Wanneer was dat eigenlijk? Ja, hij verzint het idee eigenlijk eind jaren 30, wanneer hij een reeks lessen aan de Universiteit van Chicago geeft, maar het is pas in de jaren 50 en vooral in de jaren 60 dat hij echt publiek gaat met dat voorstel. Precies. En bij hem heet het dan ook een negatieve inkomstenbelasting en het is strikt gesproken ook niet het basisinkomen dat we nu kennen, in de zin van dat het is niet helemaal universeel. Het blijft gedeeltelijk, aangezien je het alleen maar ontvangt als je niet inslaagt om een deel van je belastingen te betalen. Ja, we hebben een stukje Milton Friedman klaarstaan waar hij uitlegt wat zijn idee is. The proposal for a negative income tax is a proposal to help poor people by giving them money, which is what they need, rather than as now by requiring them to come before a governmental official, detail all their assets and their liabilities, and be told that you may spend X dollars on rent, Y dollars on food, etc., and then be given a handout. The idea of a negative income tax is to treat people who are poor in the same way as we treat people who are rich. Ja, ik denk dat weinig mensen begrijpen wat deze man hier bedoelt. Een negative income tax. Kan je een beetje uitleggen wat hij bedoelt in het Nederlands? Ja, dus de Nederlandse vertaling is een negatieve inkomstenbelasting. Maar de bedoeling is eigenlijk dat iedereen heeft natuurlijk de verplichting om belastingen te betalen.
Maar als het zou kunnen dat je op een maand te weinig verdient of je hebt niet genoeg gewerkt om eigenlijk je belastingen te kunnen dekken, dan verschijnt dat natuurlijk ook op je belastingbrief, maar dan gaat er eigenlijk een automatisch mechanisme in werking dat ervoor zorgt dat je in plaats van die belasting te moeten betalen eigenlijk geld toegestuurd krijgt dat je dan gewoon met jouw discretie mag uitgeven. Dus daarom heet het een negatieve inkomstenbelasting, net zoals we vandaag negatieve prijzen krijgen. Dus je krijgt geld in plaats van dat je geld moet afgeven aan de staat. En wat maakt het zo spectaculair radicaal anders dan anders, dit idee? Wat is er bijzonder aan? Ja, in zekere zin is het totaal onvoorwaardelijk met wat je met dat geld doet. Dus in tegenstelling bijvoorbeeld tot wat je kent bij foodchecks in de Verenigde Staten, daar kan je alleen maar aan eten uitgeven. Terwijl Milton Friedman echt heel erg radicaal zegt van kijk, dat geld ontvang je, daarna mag je daarmee wat je doen wat je wilt. Je bent als consument dan soeverein. En tegelijkertijd is het ook radicaal omdat het idee van Friedman was toch dat hij een vorm van sociale zekerheid zocht die totaal verenigbaar was met de markt. Dus zij eigenlijk, kijk, markten gaan ongelijkheden creëren. Die gaan ook vormen van armoede creëren. Dat weet elke liberaal ondertussen wel. Maar we moeten geen sociale zekerheid scheppen die die markt indampt of die markt afschaft. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat mensen geld ontvangen om te overleven, maar tegelijkertijd die markt blijven levend houden. Ja, en dat is een spectaculair idee op dat moment, omdat dat eigenlijk nog, dat je zelf mag bepalen wat je met dat geld doet, dat is eigenlijk heel bijzonder. En heeft dat ook gevolgen gehad? Is het uitgeprobeerd op plekken? Het is inderdaad uitgeprobeerd op bepaalde plekken, vooral eind jaren 60 in Amerika heb je bepaalde proeven. En dan in jaren 70 heb je er ook nog in Alaska natuurlijk gehad. Maar het is eigenlijk pas in de jaren 90 dat je vooral op globaal vlak veel experimenten met het basisinkomen ziet die veel radicaler zijn dan wat je daarvoor. Ja, ik geloof dat het nu bijvoorbeeld ook in Afrika in verschillende landen geprobeerd wordt en daar goed schijnt te werken. Dat mensen dan daar met een bepaald basisinkomen hun eigen, dan gaan ze weer investeren in hun eigen toekomst, handeltjes beginnen, et cetera. Ja, absoluut. En het is vooral voor landen waar je een heel zwak publieke sector hebt, of waarin de staat het heel moeilijk vindt om aan publieke voorziening te doen, dat eigenlijk basisinkomen de economische activiteit heel erg aanzwengelt. De vraag is natuurlijk ook wat je wilt dat het basisinkomen doet, of wat voor doel je eigenlijk stelt. Maar als je gewoon wilt dat het economische activiteit stimuleert, dan kan je zeker zeggen dat dat succesvol was in die Afrikaanse casussen. Ja. Als we even dichter bij huis gaan kijken. In Nederland is het nu historicus Rutger Bregman die er een groot pleitbezorger van is. Laten we even luisteren naar wat hij bepleit. Ik denk dat een basisinkomen juist een instrument zou zijn om echt werk opnieuw te waarderen. Basisinkomen geeft eigenlijk iedereen de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze iets willen bijdragen aan hun land. Wat ze van hun leven willen maken om hun eigen dromen te realiseren. Ja. Als ik hier goed naar luister, zegt hij eigenlijk ook van nou, als mensen besluiten van ik wil alleen maar vrijwilligerswerk doen, dan kan dat. Ik hoef niet meer te solliciteren, iedereen krijgt een basisinkomen. Ja, absoluut. En ik denk dat Bregman een heel interessant voorbeeld is van die hedendaagse pleidooi voor het basisinkomen. Enerzijds omdat het echt voorgesteld wordt als een zogenaamde na-utopie of een utopie na de utopie. In de zin van we hebben in de 20e eeuw allemaal heel erg radicale plannen geprobeerd om de welvaart te herverdelen in het geval van het communisme. Hij zegt ook zelf dat dat geen goed idee meer is. Maar tegelijkertijd zegt hij, we kunnen nog altijd voor een basisinkomen pleiten. Daar heb je sociale rechtvaardigheid, zonder dat je massamoord of andere utopische experimenten uitlokt. En tegelijkertijd is het ook radicaal individualistisch. Iedereen krijgt de basisinkomen en mag er daarna mee doen wat hij of zij wil. En daarmee gaat het eigenlijk ook tegenover de soort van collectieve dwang die vorige welvaartsstaat soms leek in te houden. Dus we moeten niet meer collectief gaan bepalen welke goederen of welke diensten wij belangrijk vinden. Iedereen krijgt gewoon het geld en mag dan zijn eigen leven inrichten. Ja, maar je zegt nu steeds iedereen. We hoorden eerder die Milton Friedman met zijn negatieve belasting. Dat betekende eigenlijk alleen dat mensen die heel weinig verdienden, die kregen dat geld. Maar als je zegt iedereen, dan krijgt tot de koning aan toe en de CEO van Philips, krijgt iedereen dat basisinkomen. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, in het geval van Bregman wel. In het geval van Friedman natuurlijk niet. Voor hem geldt het alleen maar voor mensen die eventjes niet hun belastingen kunnen betalen. Ja, we moeten ook even toch nog, we begonnen ermee te praten over corona en basisinkomen. Het wordt nu vaak toch een beetje als een soort oplossing gezien. Daar brengen we de economie weer mee op gang. Mensen die niks hebben kunnen toch wat uitgeven. Is het toch, hoe kijk jij daarnaar? Je zegt je moet het historisch beoordelen. Is het een goed idee? Kan het de problemen nu oplossen, de economische problemen, of is dat te simpel? Wel, nogmaals, het hangt er een beetje vanaf met welk perspectief je ernaar kijkt. Ik denk dat het basisinkomen zeker een netto goede zaak zou zijn, gegeven de grootte van de crisis die we vandaag hebben. Gewoon als je, net hetzelfde als je vandaag gratis taart aan iedereen uitdeelt, dan gaat dat zeker ook een goed effect hebben. Als je kijkt naar andere alternatieven of andere mogelijkheden om die coronacrisis te bestrijden, dan kan je wel degelijk de vraag stellen of het basisinkomen de lat niet een beetje te laag ligt. Wat je nu ziet is dat staten enorme schulden aangaan om toch die economische schok van die crisis op te vangen. Later betekenen die schulden waarschijnlijk nog meer besparingen. Besparingen gaan gepaard met privatiseringen. En als je dat dan combineert met een basisinkomen, dan ga je eigenlijk de markt op twee fronten versterken. Namelijk, je neemt steeds grotere delen van de staat eigenlijk uit publiek beheer. Tegelijkertijd geef je mensen geld dat ze op markt moeten uitgeven. En je ziet tegelijkertijd dat de publieke opinie eigenlijk heel erg sterk naar een anti-marktrichting aan het opschuiven is. En dat mensen vinden dat de staat steeds meer taken op zich moet nemen. En op die manier kan je eigenlijk zeggen dat het basisinkomen fataal gematigd is om de grootte van de huidige crisis aan te pakken. Jij zegt het zou een eerste stap kunnen zijn, maar je moet niet alleen basisinkomen doen. Je moet ook dieper de economie gaan socialiseren. Kort samengevat, want we moeten stoppen. Ja, absoluut. Het zorgt er eigenlijk voor dat te grote delen van de economie niet veranderen en dat je die ongelijkheden eigenlijk versterkt. Goed, Anton Jäger, bedankt voor deze toelichting. Wij gaan zo even plaatsmaken voor...